politie wegzetten. Als u wil gaan staan, Houtwijklaan, Hildo Kroppers. Ja, dat is begrepen. 11:09 uit. Politiemeldkamer. Oh ja, ik hoor al geruis. Uw wapen is getrokken. Hij zit nu in de boeien. Kunnen er nu een eenheid bij, of? Nou, de maaltijd is inmiddels op. En wat was dat? De melder is gevlucht naar een snackbar aan de overkant. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog, nieuwe video. Ik ben hier vandaag, zoals je kunt zien, ik ben in de auto. Ik ben aangekomen in Den Haag. Ik ga vandaag meedraaien bij het OC. Ook wel bekend misschien als de meldkamer voor sommigen. En ik moet natuurlijk even het andere pak zo meteen aantrekken. Want ook daar lopen ze allemaal in uniform. Dus ik ga me even aanmelden die kant op. En dan zie ik jullie zo weer. Zo, we zijn binnen. Nou, zoals je kunt zien, ik heb tenminste het andere uniform aan. Zoals net als zij lopen ze op de meldkamer ook gewoon in professionele uniforms, zoals ze het noemen. Ik ben net binnengekomen door de beveiliging. Moet natuurlijk altijd even gecheckt worden. En ik ga eerst even beginnen met een bakje koffie. Ga ik zo even naar de collega met wie ik vandaag een dienst mee ga draaien. En dan ga ik jullie het een en ander laten zien, vertellen, uitleggen. En ook voor mij weer een nieuwe ervaring. En we gaan het beleven. Hier is aan de koffie. Nou, ik heb de koffie inmiddels op en ik sta hier naast Ingeborg. En zoals net al zei, ik ben hier in Den Haag op het OC. En wat gaan we doen vandaag? Het operationeel centrum. We gaan kijken hoe een melding binnenkomt, wat ermee gedaan wordt, hoe die uitgedeeld wordt. Eigenlijk hoe alles loopt op een operationeel centrum. Oké, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want ik weet het wel op straat hoe de melding, wat we te horen krijgen en hoe het ongeveer gaat. Hoe het echt achter de schermen gaat is voor mij ook nieuw, dus ik ga ook heel veel leren en een hoop vragen hoop ik. Maar wat ik me wel afvroeg, en dat zie ik aan de kijkers ook wel vaak terug. Waarom heet het, waar staat OC ook weer voor? Dat is operationeel centrum, dat is ingevoerd bij de nationale politie. Toen is het operationeel centrum geworden. Okay. Vanuit hier vindt de hele operatie plaats, wat er buiten op straat gebeurt. Nou, voorheen was dat eigenlijk de benaming meldkamer, nu het OC. Dus als jullie het een keer terugzien in de vlog OC, dan weten jullie nu dat dat van oudsher de meldkamer is. En zoals ik hier op zie op de borden, dit is natuurlijk ook van oudsher. Dit is een gecombineerde meldkamer of OC? Ja, we zitten samen met de brandweer en met de ambulancedienst, dus met z'n drietjes, drie disciplines. Dus die gaan we misschien ook tegenkomen? Die komen we zeker tegen. Oké. Ja. Gaan we straks eerst naar de briefing hier? We gaan eerst briefing. Gebeurt ook gewoon hier? Gebeurt in deze ruimte. Okay. Ja. Nou, benieuwd. We gaan naar de briefing en dan zien we jullie zo weer. Nou, zoals je kon zien hebben we net de briefing gehad. We gaan nu richting het... hoe noem je dat eigenlijk? Het centrum, werkvloer. Waar in ieder geval de werkvloer. En dus de afwisseling van de vroege dienst naar de late dienst. Dus het zal nu een beetje wat op een gegeven moment rommelig zijn. En, gaan we straks even een rondleiding geven. Vertellen wat ze doen, welke taken er allemaal zijn. Want ik hoorde al termen voorbij komen die voor mij niet eens bekend zijn. Maar volgens mij ook niet eens in Flevoland bestaan of nog van gehoord heb. Dus er zitten ook weer grappige verschillen in. Maar we gaan het allemaal zien zometeen. Welk gebied zijn jullie allemaal verantwoordelijk? De eenheid Den Haag, maar die is best wel heel erg groot. Die loopt dus vanaf zeg maar Hillegom helemaal langs de kust. En dan tot het Westland Delft aan toe. Ja. En dan vanaf de kust en dan het land in. En dan loopt hij voorbij Alphen, Nieuwkoop en dan loopt hier de grens. En helemaal naar onderen naar Schoonhoven. En dat grenst natuurlijk weer bij aan Rotterdam. Dus het is een behoorlijk gebied. Best wel wat grenzen vallen inderdaad. Ja, klopt. Of het is echt een groot gebied, ik zeg het verkeerd. Maar we hebben afvragen, hè? Als je bijvoorbeeld in dit gebied, dit is het Nieuw-Vennep, dat valt niet onder jullie regio. Nee, dat valt niet onder. En als hier dus wat een melding is, ja. Dan stuurt in principe de meldkamer van deze regio het aan. Ja. Maar als wij nou hier net een autootje hebben rijden, doen wij dat dan aansturen? Ja hoor, want wij kunnen dat zien van elkaar, de eenheden. En we delen de meldingen in het GMS, het systeem waar wij in werken. Dus als wij een melding hebben op de grens, dan vragen we heel vaak of Kennemerland, want dat is de eenheid die daar van Nieuw-Vennep, of die bij wil springen. Maar dat is ook met Utrecht of met Rotterdam. En dan delen we de melding en dan kijken we, als wij zien dat een auto van hun dichterbij is, dan vragen we of wij die mogen gebruiken en of die willen gaan kijken. Dus er is wel echt wel samenwerking tussen al die, tussen al die eenheden. Oké, nou ik ben benieuwd wat we allemaal gaan zien vandaag. Zeg, let's go. Nou, volgens mij is de late en de vroeg een beetje verwisseld nu. Ja. Iedereen zit nu in zijn positie? Iedereen zit er, van de late dienst. En dan is het misschien wel handig om even te laten zien welke rollen er zijn en wie waar zit en wat daar gebeurt. Bij de OVD-OC, dat is zeg maar degene die erover gaat op de vloer, de grote baas zoals wij dan altijd zeggen. Ja. Daarnaast zit de Opco, aan die kant. Oh, ja. En die is er voor de sturing op de vloer. En dan hebben wij in Den Haag hebben we twee regiekanten. We hebben regie 1
En daar vallen district 1, 2, 3 en 5 onder. Dus Oud-Den-Haag, Rijswijk, Delft en het Westland. En aan de andere kant hebben we regie 2. En dat is zeg maar Oud-Hollands Midden, dus Leiden, Alphen, Gouda. En ook Zoetermeer, Pijnakker, Wassenaar. Zo. Zit allemaal aan die kant. Dus 2 uitgiftepunten. Dus daar zijn we 4 mensen voor kwijt. Zullen we even naar zo'n uitgiftepunt lopen? Gaan wij nu zelf ook eens een tafel opzoeken? We gaan zelf even inloggen. En dan gaan we ook telefoon aannemen. Oké, okay, want ik zie allemaal al schermen staan en ik zie al een kaart staan. Dus ik heb wel een vermoeden, maar ik zeg graag met uitleg. Gaan we doen. Ik zie nou trouwens nog, is er verschil in? Is elke meldkamer Nederlands zo? Met deze systemen. Ja? Of de indeling. Indeling is overal weer anders, maar we werken wel allemaal met dezelfde systemen. En vandaar dat we ook de meldingen kunnen delen. Dus eigenlijk een centralist uit, zeg maar wat, Friesland zou je zo aan de slag kunnen? Ja, in principe wel. Oké. Okay. Ja, allemaal de, als het goed is dezelfde opleiding gehad. Oké, okay, ik krijg dus een headset. Maar ze zit een beetje de knoop, geloof ik, of niet? Klein beetje maar, hè? Valt best mee. Ja, headsetje op, om even aan te sluiten. Dan heb ik dat ding in mijn oog, geloof ik. En dan kunnen we zo meeluisteren. Ik ben zover. Ik moet alleen deze inpluggen, geloof ik. We zitten niet goed. We zitten niet goed, hoor. Ik sluit het alweer verkeerd aan, hoor. Wat heb ik gedaan, hoor? Je zat in het verkeerde... Ja, niet van deze. Ja! We zijn er. Oh ja, ik hoor al geruis. Maar we wachten nu eigenlijk op een 1 en 2 belletjes. We zijn operationeel, denk ik. Ja. En we gaan eens kijken wat we allemaal schermen hebben ondertussen. Want er komen nog geen belletjes binnen. Wat? We hebben 4 schermen. We hebben 4 schermen. Dit is ons, zoals wij het noemen, het RAPS, het radiobediensysteem. Het C2000. Ja. Daar zitten alle gespreksgroepen op waar wij mee werken. Ja. Op deze pagina zie je alle OC-groepen. Het scherm daarnaast, dat is het GIS. En daarop zie ik al mijn voertuigen die beschikbaar zijn in de eenheid. Ja, wacht even. Dus dit zijn alle politionele voertuigen die... In de eenheid Den Haag op dit moment rijden. Rijden. Of fietsen of lopen. Dat zien we natuurlijk ook. Fietsen, lopen. Alles... Zijn er wel aardig wat? Zijn er behoorlijk wat, hè? Ja, klopt. En kun je nou ook... Want we hadden het net over melding van andere meldkamers. Maar kun je ook eenheid uit het andere gebied zien? Ja, kan ik. Oh, dan moet je gaan schieten, ja. Of loopt dat systeem nog vast? Nee. Als je nu kijkt, zie ik een deel van Midden-Nederland. Ah ja, dat is mijn weggetje. En Rotterdam zien wij helemaal. Ah ja. Zoals je hier ziet. Ja. Oké. Okay. Ja. Komt dus nu een spoedmelding binnen? Ja, en hoe heet die meneer? Het is een melding van een meneer die lastig is. Okay. En die opdracht gehad heeft om de politie te bellen op het moment dat hij weer aanwezig is. We komen kijken. Dus hij wordt aangenomen en wordt ook... Hij rijdt weg. Oh, wat voor auto rijdt hij? Wordt ook ingeklopt in het systeem en dan gaat hij achter denk ik ergens... En dan gaat die melding dan uitgezet worden. Ziet u een kenteken? En hij rijdt nu, welke kant rijdt hij op? Ja? Nee, maar wij komen eraan, ook kijken of we hem nog kunnen vinden. Oké, daar. Nou, het is eigenlijk een beetje lastig om goed in beeld te brengen, want er staan op het scherm ook heel veel gevoelige gegevens die we natuurlijk niet mogen delen. Maar zoals ik net zag, wordt links wordt de melding in de ring geklopt en rechts staat dan de eenheid die ook de melding inmiddels al ontvangen heeft en nou, die al aan het rijden is. Dus het heeft de centralist op de andere tafel al uitgegeven. Is dat goed zo? Ja, klopt. Ja, ik leer het wel. Je gaat heel goed. Ja. Ik zie hier, ja, dat is eigenlijk niet te filmen. Het is allemaal straatnamen en dergelijke, zo, ja. Persoonsgegevens. Dus dat is best in ieder geval. Nou, dus ik heb gezien die melding van net, dat de eenheid die hem heeft gekregen nu ook al op de locatie is. Politie-meldkamer. We gaan eens even kijken daar. Ik ga zorgen dat de dierenambulance mee toe komt, hoor. Ja. Nou, er komt hulp aan. Ik ga dan doorzetten naar de dierenambulance. Nou, zo ongeveer een paar uurtjes verder. We hebben net even wat intake-meldingen gedaan, heet dat zo?
Ja. Hebben we eigenlijk nog niet een hele spannende melding gehad? Wel gewoon ja, wat dagelijks werk, denk ik. Dat gewoon eigenlijk 24 uur per dag doorgaat. Dus we gaan straks even de uitgifte zitten, maar we gaan eerst even richting naar beneden. Want ook hier zijn dus kennelijk, dat is wel leuk om te horen, fans in het Haagse. En die komen speciaal hier om even wat te brengen. Hier kunnen we ons een brood wat van leren. Ze hebben gewoon 6 magnetons hier. Ongelooflijk. Maar ik begrijp, het is wel eigenlijk eten achter de telefoon. Het gaat gewoon de hele tijd door, hè? We hebben geen pauze, dus we gaan gewoon door. Dus we gaan het even opwarmen en snel weer terug. Oké. Ja. Dus, maar bij de meeste bedrijven natuurlijk uitgebreid pauze. Het is natuurlijk wel weer andere koek. We hebben het in de noodhulp misschien wel iets relaxer. We kunnen natuurlijk wel geleed worden van de meldingen die achter elkaar komen. Op het moment dat het rustig is, hebben wij even de gelegenheid om te relaxen en te eten aan het bureau. Dus we gaan rotje eten. Warm maken en hapje eten. Nou, de maaltijd is inmiddels op. En wat was dat? Dat is een servicejes, een urgente aanvraag. Zo komt hij binnen. Kijk, ik wou dus zeggen, we gaan nu naar een andere tafel zitten, want we gaan nu de uitgifte doen. Maar er komt dus een urgente aanspraak binnen. Vraag? Vraag? Aanvraagspraak. Ja, sorry, ik ga niet heel soepel. Dus dat is een gepiep. Maar goed, bij de uitgifte hebben we dus contact met de collega's op straat. Net waren het de mensen die 112 belden. En nu gaan we de melding die we daar eigenlijk in hebben geklopt, gaan we dan hier uitzetten bij de eenheden op straat. We zijn nog een beetje aan het installeren. Maar waar, wie reageert er nu op die 7 dan? Was daar aan die kant. Je hebt natuurlijk 2 regietafels. Oh, zo. Nou, ik zeg kom maar op. Schip het aan? Ja, als ik meestal niet ga zitten is het... Ik moet zeggen, net hadden we redelijk wat makkelijke meldingen. Het ging over geparkeerde auto's die niet goed stonden. Nu is die wel hier. En er gebeurt heel veel. Ik ben 0540 af. Kan u meekijken? Die melding Waldorpstraat af. We zijn dus nu begonnen met de uitgifte. Oké. En ik volg het niet meer. Zo snel gaat dit. Zoveel schermen door elkaar heen. Oké. Alle eenheden die verzoekjes doen voor aanvragen die beantwoord moeten worden. En ze vliegt over dat scherm. En dan hoor ik nog dat de helft geautomatiseerd is, maar het gaat nu echt heel snel eigenlijk. Hi, met Ingeborg, politie, meldkamer Den Haag. Ah, ik heb een pechgeval op de A4 rechts. Dat scherm rechts, hè? Dat zijn nu alle openstaande lopende incidenten. Ook ziet er al boven staan trouwens. Ja, lopende incidenten op dit moment aan deze kant van de regie. Dus zeg maar Den Haag. Ja. Hier zouden de nieuwe Prio's 1 en 2 binnenkomen. Dus de openstaande incidenten. Dus zeg maar even kijken. In dit vak staat wat er openstaand is. Dus daar hebben we nog geen inzet op. Nee, en dit is waar er nu inzet op is. Ja. Dus het is voor, eigenlijk ook voor ons belangrijk om van hier binnen een kwartier zo snel mogelijk hier te zijn. Ja. Tenminste als je het hebt over aanrijroutes. Ja, oké. Okay. Nu is het mijn beurt, ik zal het zeggen. Een beetje voet op die pedaal. Ja. DH 1109 over. Ja, dat is begrepen. 1109 uit. Was dat de vuurdoping? Ja, heel goed. Denk eens namelijk op straat, wie de fuck is dat? Nee. Nee? Oh. Nee. Burning down the walls, we let the monsters in, and now we're running down the halls. No, we can't let them win. There's an evil. 2221, DA 2221 over. 2221 over. 2221. Albert Heijn op de Hildo Kroplaan is op dit moment een man in de winkel met een pistool. U trekt uw harde vest aan, of? Weet je over. Bent gekoppeld 2221 uit? 2209 af. Koploper. Ja, ga ik even posities wegzetten. Als u wil gaan staan, Houtwijklaan, Hildo Krop af.
Ja, Houtwijklaan heel erg kort boven. 2209. En dan iedereen die gekoppeld ook wil gaan worden van gekoppeld is aan de overval Hildo Kroplaan mag schakelen OC9. Dus je mag allemaal schakelen naar OC9. 2301. Ja, 2301 ook aan het afzakken. Waar kunt u ons gebruik over? Mag u gaan staan op de hoek Eskamplaan, Denemsvaartweg, Houtwijklaan. Ja, onderweg over. En dan krijg ik nu als laatste informatie dat de melder is gevlucht naar een snackbar aan de overzijde. Ga eens kijken of we daar weg kunnen krijgen. Uit. Ja, hier 2209 over. 2209. Ja, is er sprake van of hij nog binnen zit en sillement over? Ja, daar zijn we mee bezig. We hebben meerdere melders aan de lijn. Wat ik begrijp is dat hij nog binnen is. Hij kwam binnen en hij riep dat iedereen moest gaan liggen. Het gaat om een negerwinde man, heeft dan een netkous om zijn hoofd gedaan. Verder heb ik nog geen signalement af. 51 voor de meldkamer over. Hilde Krop ter plaatse. Hebben wij contact over? We hebben meerdere melders aan de lijn en die spreken nu ook over een vrouw. Dat die betrokken zou zijn bij het verhaal. Doordat we dus meerdere melders hebben is voor ons het verhaal nog niet compleet. Dus even, we gaan de boel bevriezen af. 2411, DR 2411 af. Ja, we krijgen net door of hij mogelijk al weg is. Dus we gaan even informatie in en komt zo bij terug. We hebben meerdere meldingen, dus we proberen nu alles een beetje bij elkaar te breien. Hij zou dan over een schutting zijn weggegaan bij het Pieterpad. Slaat u daar Pieterpad bij een verzorgingstehuis af? Ja, ik rij nu richting het verzorgingstehuis en ik zeg ook Pieterpad af. 2223, 1129 af. Koploop. Ja, we zijn nu Eskamplaan richting begaan. Uit de lengte waar het Pieterpad is. Hè? Moment, Porto 35 van bureau Loosduinen met spoedtaf. 2223, krijgt u informatie van omstanders dat die ergens in omgeving verzorgingstehuis zit. Laten we dat van afzetten. Omgeving verzorgingstehuis. En is dat het verzorgingstehuis op de Van der Goeslaan af? Ja, correct, Berkendaal. Daar zou die moeten zitten. 2221 af. Ja, een beetje chaos, maar laatste info is dat hij richting het park is en dan kom je uit bij voetbalvereniging Rava. Dus jullie die omgeving hebben. Dus niet meer het verzorgingshuis, maar het Bokkenvoortpark in en dan bij de voetbalvereniging. Dat is juist, of? Ja, dan heb je ook Nieuw-Berkendaal zitten, de burgemeester Hovilan. Dus dat is een locatie, maar dan kun je ook doorsteken richting voetbalvereniging Huidwijk. Dan kom je daar uit, dus je kan alle kanten vanaf daar op. 2423-0041 af. Porto 35 van bureau Loosduin met spoed af. Nou ja, 2223. Kom er niet doorheen. Bij Nieuw-Berkendaal naar 1 AT gemaakt, vuurwapen is getrokken, hij zit nu in de boeien. Kun je er nu een eenheid bij of? En nog één keer de locatie waar u staat af. Burgemeester Van der Goeslaan bij het verzorgingstehuis of? Ja, gaan we direct voor u regelen. 1 AT gemaakt, dat is hartstikke mooi. Volgens mij hebben we nu 1 AT gemaakt. Dan wil ik nog even met zekerheid weten of we ook nog een vrouw zoeken. Dat ga ik uitlopen. 2252. 2251. De heer 2251 af. Ja, wij gaan nu even het Albert Heijn in. U hoort zodra ik wat meer weet af. Ja, hoor ik heel graag of we die vrouw nog zoeken. Wat haar signalement is. 2251. En voor de rest blijft u nog even op positie tot we meer weten. Uit. 2209. De dubbel 91 af. 2209 over. Ik begrijp dat u de aanspreekpunt bent, over. Op dit moment ken ik wel. Ik sta er bij die meneer wat nu in de boeien gaan en we hebben ook een vuurwapen aangetroffen, over. Nou, dat is heel netjes. Waar kan ik jij voor rendezvousen? Of ben jij naar het bureau dan? Ik sta nu bij de verdachte, bij Nieuw-Berkendaal, op de burgemeester Waldeckstraat, over. Ja, prima. Kom die kant op. Ja, begrepen. Dan zetten wij het hier eventjes af bij het vuur of blijft een collega staan, over? Ja, begrepen. 2209, uit. 2251, de heer 2251 af. Ja, daar ben ik. Er is sprake van één dader. Eén dader, over. Dus één dader, die hebben we. Dus die vrouw, dat is negatief af. Die vrouw was een klant. Die heeft die meneer geprobeerd in te spreken, dan wel een beetje te weerstaan. Die hoort niet bij de dader af. Duidelijk verhaal, dank u wel. Dus iedereen nog gekoppeld aan het incident. Hartstikke mooi gewerkt met z'n allen. Hart. 2251, de heer 2251 af.
U zegt het over. Dat krijgt u waarschijnlijk net wel mee, dat aan de achterzijde van de Albert Heijn dus geld is aangetroffen en spullen waarschijnlijk die met de overval te maken hebben. FO, wilt u die daar hebben? Wat ik me even afvroeg, hè? Wat is nou eigenlijk als iemand belt de politie belangrijk dat ze doen? Want heel veel mensen zitten natuurlijk in paniek. Maar wat vind je nou de belangrijkste informatie om te krijgen? Is dat ze heel goed aangeven welke plaats ze zijn en welke straat. En als iemand bij betrokken is die wegloopt of die er nog staat, hoe iemand eruit ziet. Wat voor kleding die draagt, wat voor huidskleur die heeft. Dat hij nog opvallende dingen heeft als een tatoeage of een oorbel. En bij een auto of een brommer graag een plaatje van de brommer of van de auto het kenteken. Of in ieder geval een merk en kleur. Daar zijn wij al heel erg mee geholpen. Oké. Nou, dat is goed om te weten. Want wat vergeten ze vaak dan? Gewoon dat soort alles. Gegevens? Alles? Alles. En dat snap ik heel goed, want je bent vaak in paniek als je 112 belt. Maar dit zijn wel de dingen. Het is eigenlijk de 7 gouden wezen. Wie, wat, waar, welke. Als we die een beetje, als je die onthoudt, dan kom je al een heel eind. En dat zijn de dingen die wij willen weten. En wat ik zelf nog wel eens een beetje merk op straat, hè, is dat daar heeft een melder, die ziet bijvoorbeeld een voertuig of zo. Maar die gaan er dan nooit achter zitten. Dan geven ze door en dan gaan ze de snelweg af en dan tasten wij altijd in het duister. Wat vinden jullie daarvan? Of moeten ze daar weer achter blijven rijden? Sommige dingen vragen wij wel of mensen erachter willen blijven. Omdat ze dan dingen door kunnen blijven geven. Of bijvoorbeeld bij een inbraakwoning. Als ze dat zien gebeuren, houden wij de melders wel aan de telefoon. Omdat we dan continu de collega's op straat kunnen bijpraten wat er gebeurt. En ook als iemand vermoedelijk heeft gedronken. En dan dronken achter het stuur zit, vragen wij wel aan de mensen of ze erachter willen blijven reizen, dat ze de locaties door kunnen blijven geven waar ze op dat moment zijn. Oké, nou helder. Dankjewel. Nou, inmiddels een heel groot gedeelte van het proces al even kunnen zien en ervaren. Dus even voor de duidelijkheid, je moet je voorstellen, er zijn meerdere bureaus hier. Nou, je hebt dus de intake, de uitgifte of regie, dat is een beetje welke benaming eraan geeft. En dan heb je nog de desk van het RTIC, Real Time Intelligence Center. En daarnaast heb je nog de opco's en de OVD die zeg maar, als leidinggevende processen bewaken en eventueel beslissingen moeten nemen als die nodig zijn. Maar dus de melding komt binnen als melder, hè, die u doet bij de politie, bij een collega aan de desk van de intake. Nou, die gaat heel veel uitvragen en die tikt dus de melding weg. En ondertussen gaat op een tweede desk, de collega van de uitgifte of de regie, die leest dan ook gelijk mee. En die kan de collega's op straat, die roept ze aan. Dus we krijgen deze melding vast onderweg. En steeds meer informatie die je bij dus de intake aangeeft, die krijgt de uitgever erbij en die zal dat verwerken. En op een derde desk zitten dan collega's van het RTIC, wat ik al zei, Real Time Intelligence Center. En die lezen gelijk op het adres mee, misschien op naamsgegevens, op kentekens. En die gaat kijken welke extra info we al bekend zijn bij de politie. Nou, en ook die informatie wordt ook in die melding weer neergezet. En dat kunnen de collega's dan op straat lezen en de centralist die de melding uitgeeft. Zo kan het bijvoorbeeld bekend zijn dat iemand al bekend is met vuurwapens. Dan hebben we dus extra informatie dat voor de gevaarszetting dat het belangrijk is om te weten. Dat zijn een beetje de processen. Nou, dan heb je daarnaast nog wel de desk voor de ambulance en de brandweer. Die hebben een soortgelijk systeem en inteken en uitgifte, wat ik begrepen heb. En ook die kunnen ons koppelen aan de melding van ons, zodat we van elkaar weten wat we doen en welke eenheden aangestuurd worden. Dus even een korte update. Het is inmiddels, hoe laat is het? 11 uur bijna. We hebben net de debriefing gehad. Het was een rustige dienst. Is dit gebruikelijk hier? We hebben altijd een debriefing, na elke dienst. Ja, even. Maar in mijn optiek was het heel rustig. Ik bedoel, is dat heel gebruik? Rustig. Nee, op vrijdagavond is het normaal heel druk. Bedoel je dat? Nou ja, ik vond het best... we hebben best wel momenten gehad dat ik denk, nou, kom maar op met die melding. Maar dat is niet echt gebruikelijk. Rustig. Nee, normaal is het op vrijdagavond heel druk. Oké. Okay. Ja. Ja, is voor de vlog natuurlijk nu helaas... is het niet anders. Nee. Maar goed, hebben jullie ook de melding gezien die ik ertussen heb gedaan? En die was natuurlijk niet van deze dag, die is van een dag eerder. Maar hebben jullie ongeveer een idee hoe dat loopt? Ja, voor nu zit het erop. Ik heb mijn jas en mijn vest al aan en ik ga naar huis. Ik wil je bedanken voor voor de mogelijkheid dat ik heb mee mogen kijken, mee mogen draaien en luisteren natuurlijk. Ja, graag gedaan. En ik hoop dat de kijkers het ook leuk vonden. Hoop ik ook. Dus wie weet in de toekomst in deel 2. Wie weet. Ben SGBO of zo. Ja. En dan wordt het wel heel indrukwekkend. Hey, jullie weer bedankt voor het kijken. Blauw duimpje zou leuk zijn. En tot de volgende video. Doeg!